Welkom bij False Model Trainster. Wat ik hier heb is binnenkant van een Rokotrein. Niet zo heel bijzonder. Daar zit hier de plug die ik eraf haal, waarmee je hem kunt digitaliseren. Zo met die plug erop, dan rijdt hij gewoon op een analoge baan. Wat hier bijzonder aan is, vind ik, is de kap. Dit is een 1600-1800 NS-serie. En dit is de bijbehorende kap. Het gaat hier om een postbank geschilderde Roco 1600. Heeft naar mijn weten nooit echt rondgereden. Maar het was wel de bedoeling. En Roco heeft er een model van gemaakt. Omdat zij waarschijnlijk de mallen voor de 1600 al hadden. Nou is deze doos is van een 1600. Niet van deze specifieke 1600. Dus de nummers die erop zitten, die hou je van me te goed. Die weet ik zo even niet. En ik wilde met name eventjes voorzien van een decoder. Want ik heb deze opengemaakt om even... Ik heb een aantal 1600's gekocht en deze was de enige die alleen maar voorzien hoeft te worden van een vlugplug. De rest moet de printplaat aangepast worden voordat je er een decoder in kunt zetten. Nou, hier gaat een goede decoder in, een ESU. Tenminste, voor mij doen een goede, geen goedkope Chinese in ieder geval. Ik hoop dat deze mooi gaat rijden. En ik moet eens even kijken. Dit is de stroompickup. En die gaat duidelijk hier naartoe. Dus dan zal de decoder er denk ik zo op moeten. Oké. Dan haal ik hem even van de transformator af. En zet ik hem op mijn digitaal systeem. En moet ik even wat opstarten hier. Voorbereidingen. Het was al opgestart, alleen is de laptop in slaapstand geweest in de tussentijd. Voorbereidingen. Hier zitten mooi twee gloeilampen in. Die sluiten in de kap ook weer aan. Op de lichtgeleiders. De lichtgeleiders gaan naar de lampen hier op de voorkant. Dus deze lichtgeleider is voor de witte lampen en de lichtgeleider hier voor de rode. Dus op die manier heb je dat je altijd of de rode of de gele lampen aan hebt. Nou, eens even kijken. Ik wil dat dit een nieuwe locomotief wordt. Zo, we gaan er meteen vandoor. Wat is dit? Wat is dit behalve niet handig? En misschien heb ik hier een rare decoder. Misschien is er iets met de trein. Die gaat in ieder geval niet meteen lopen. En ik zit op 'Kijk, ik had hem aangesloten op het rijspoor, niet op het programmeerspoor. Goed, hij vindt de decoder, maar ik ben toch benieuwd naar deze. Kom er af, jij. Ja.
Ja, nee, decoder is gewoon goed. Deze kunnen hun laatste toestand opslaan. En ik heb die decoder waarschijnlijk gebruikt voor een andere trein. En terwijl dat hij aan het rijden was, het laatste commando rijden was, en van de baan gehaald. Later besloten de andere decoder in te zetten. En dan krijg je, als je hem op de stroom zet, dat hij zegt, oh, ik was aan het rijden. En dat kan heel lang duren dat ze dat onthouden. Kijken. Ja, deze heeft in een oude Roco gezeten. Als ik het aan het adres bekijk, volgens mij een stoomtrein. Waarom ik die gewisseld heb, weet ik niet. Adres zoeken. ...28 is wel mooi. Nou, het enige wat nu rest is de lok even programmeren. Dat doe ik even in alle rust. Daarna ga ik hem even laten zien met de kap erop, dat je goed ziet hoe ongelooflijk mooi dat ding is. Als je van 1600's houdt en blauw. Zo, de decoder zit erop. Ik weet niet of er iets mis is met die andere. Ik heb uiteindelijk... decoder zit erop, lampje doet het. Ik heb heel wat lopen rommelen omdat de lampjes het niet deden. Ofwel de decoder zat verkeerd om, of de andere decoder is niet helemaal goed. Daar ga ik een andere keer uitzoeken. Dat kan ik hier beter gewoon op mijn werkbank doen. Nu, er zit nog een piepje in ergens. Hul. Maar dat kan ook mijn rollenbank zijn. Verder loopt die. Wat ik er nog aan ga doen. De kap moet er terug op. En hier zitten een paar contacten. Die moeten... als ik het goed zie. Even zien. Oh nee, deze contacten zijn voor de bovenleidingen. Deze zijn voor de... Geen idee, maar dat is mooi. Dan kan de decoder op dit deel liggen. Of zelfs helemaal hier, als ik dat zou willen, past dat. Meestal past dat net. Deze hebben niet echt een interieur. Dus dat zou wel moeten lukken. Oh ja, hier zit nog... wel een hendschacht op, maar met koppelingen die ik niet gebruik. Die mogen er nog af. In de doos zitten redelijk wat andere koppelingen. Dank daarvoor. Maar deze haal ik er wel even af. Zo. En dat is op dit moment nu helemaal makkelijker dan wanneer alles op zijn plek zit. 1600 kappen passen net niet eigenlijk, dus ze zitten er heel strak op. Je moet ze ook met de nodige, hoe heet die, toothpicks, tandenstokers erin steken om die kap er goed af te krijgen. En dat is ook de reden dat hij al lopen lag, omdat ik niet hem erop wilde zetten om dan deze video te doen. En ik dacht, jammer. Ja, ik kan zeggen dat de verlichting het doet. Ik ga even kijken of ik het ook op kan nemen. Ik kan nu in ieder geval niet de trein makkelijk oppakken vanaf de rollenbaan. Voorkant. Er is wel wat lichtlekkage. Nou, ik vind het prima. Ik heb hier de ene kant ook wat feller brand dan de andere. Achterkant ziet er wat mij betreft ook mooi uit. Dus ik nu de andere kant op laat rijden. Kijk, wisselt die mooi. Ziet er goed uit. En deze kant zou het er ook moeten zijn. En dat is het ook. En ook weer één lampje wat iets verder lijkt. Zo, dus tot zover de
Postbank 1600. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.